time you dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. Nou, het gaat natuurlijk over de commercie, dus de avond is opgehangen aan het passionate nummer Op de Scene. En dat wordt zo uitgereikt aan Rien Vroegendewijk. Ja, dat is mijn vraag, zeg. Misschien vond u het altijd wel leuk gevonden, want er is namelijk een fantastisch mooie verzamelbundel van hem verschenen. Die er echt heel erg mooi uitziet. Dus, Meter Rotterdam, daar kan je niet anders dan tevreden zijn natuurlijk. Hoe die literaire scene in Rotterdam vroeger. Hoe? Het is een interessante periode geweest en we gaan er naar luisteren. En ik moet zeggen dat ik af en toe in Rotterdam kwam en me altijd bijzonder geamuseerde. Omdat ik hier aardige mensen tegenkwam. Mensen die een beetje meer drive hadden dan soms mijn Amsterdamse medebroeders. Maar ik kwam zelf uit een grote stad waar ik ooit Frank Wagen Sleutelaar heb ontmoet in Parijs in 1955. Heer Sleutelaar kan ik nog een leuk gesprek voeren. Het kan me helaas met Frank Wagen niet meer. En het kon ook al niet in de laatste periode van zijn leven, toen hij er heel erg slecht aan toe was, nooit speed gebruikt. Speed kills werd door mij ook al in de jaren 60 heel vaak verteld. Speed kills gebruik geen amfetamine, maar jullie hebben ook een Rotterdamse uitzondering op dat geval, mag ik wel zeggen. Nu wil ik toch echt weten waar ik heen moet. De Charles Bukowski van de Rotterdamse underground. De man zijn poëzie is rauw, direct, maar vol humor. Geef hem een groot applaus, is Frans Vogel. Een ware droom had mij bevangen, ik had een vent aan mijn lippen hangen. Hij kuste mij teder en zacht, toen deed hij wat ik van hem had verwacht. Terwijl hij mij stevig had omklemd, ontdeed hij me van mijn hemd. Mijn borsten schudde hij voldaan, en ook mijn slippie moest eraan. De tranen van geil gevoel biggelden over mijn smoel. Van genot lag ik te gillen, het warme sap liep langs mijn billen. Maar ach, wat had ik mij vergist. Ik had niet geneukt, maar in mijn nest gepist. Ik heb zo'n mooie uitnodiging van je gekregen uit Amerika. Die wou ik op mijn website zetten. www.simonvinkenhoff.nl. En dit is Daan van Golden. Thank you. Een van de leuke mensen die ik op de scene tegenkwam. Zag je Edith nog even?